Pierre Vermeulen, oud voetbalprof van onder andere Rode JC en Paris Saint-Germain. U wordt de trainer van een businessclubteam van Rode JC, wat deel gaat nemen aan het Mascot Business Club toernooi. Hoe is dat voor u? Nou, dat is van de eerste ervaring dat ik jongens moet gaan begeleiden die in wezen niks met voetbal hebben eigenlijk, toch? Ja, maar hoe is dat? Heeft u er zin in? Ja, weet je wat het is? Het is een eerste ervaring met jongens die, ja, die moet je begeleiden. Hè? Ja, waar gaat u op letten als u jongens gaat selecteren die misschien helemaal niks met voetbal hebben en nog nooit gevoetbald hebben? Ik kijk eerst naar de leeftijd natuurlijk. Hè? Sommige jongens zullen wat oud zijn natuurlijk. Hè? En wat ze kunnen, hè? Links of rechtsbenig, hè? Belangrijk. Hè? Ja, en u kijkt ook naar de leeftijd. Mag ik daar voorzichtig uit opmaken dat u zelf niet meer als een speler-trainer gaat optreden? Je weet maar nooit. Kijk, als het nodig is, dan moet de vlam in de pan, hè? Dat is zeker zo. Denkt u dat Rode JC een kans heeft, ondanks dat u misschien een beroep moet doen op mensen zonder voetbalervaring? Nou, ik denk dat we zwaar favoriet zijn, natuurlijk. ja, wat verwacht u ervan, van het toernooi? Denkt u, wat maakt het een leuke uitdaging voor u? Ja, je moet even kijken naar de sterkte van de teams natuurlijk. Hè? En daar moet je op anticiperen. Hè? Ja. Dus, maar het is een toernooi wat hoofdzaak meedoen is belangrijker dan winnen, toch? Of niet? Ja, dat lijkt mij ook. Maar zo ziet u het ook. Zo zijn wij goed in. ja, derde helft. En ziet u vooral uit naar de derde helft of zijn de eerste twee ook belangrijk? Ja, we moeten eerst even kijken wat voor welk bier er is natuurlijk. Want we zijn heel sterk in een Limburgs bier. Dus en weet je wat is? Gezelligheid is altijd punt nummer één. Prestatie is oké, nagelang hoe de vorm van de dag is, hè, natuurlijk. En misschien kunt u jezelf nog een biertje aandragen? Ja, ik doe mijn best om de jongens goed voor de dag te laten komen, hè. Wellicht kunt u hier ook nog proeven van echt Almeers bier wat we hier hebben, de Ellie Pale Ale. Ja, dat lijkt me lekker. De naam is goed, dus ja, laten we maar zien, hè, die dag. Veel succes in juni. Dank u wel.